Met alle scholen in de Overbetuwe, dat zijn er 22, hebben we goede contacten. De ene school een inniger samenwerking dan de ander, maar met allemaal is er samenwerking. De meest intensieve samenwerking is op de Bosscholen. Bos betekent bibliotheek op school. En dat is een landelijk project wat steeds verder uitgerold wordt. Twee scholen hebben de pilot begonnen hier. En het houdt in dat ze een kleine collectie boeken op school hebben. Alle soorten boeken, leesboeken, informatieve boeken, prentenboeken. Maar een belangrijk deel daarvan is ook dat ze een website hebben speciaal gericht op kinderen. Die heet EducatWise. Volgend jaar gaat het SchoolWise heten. Die is weer gelinkt aan de catalogus van de bibliotheek. Kinderen kunnen via deze website boeken reserveren, filmpjes bekijken, dvd's aanvragen, wat ze maar willen, informatie zoeken. Spullen die ze aanvragen worden op school afgeleverd. Dus hij komt letterlijk naar je toe, de boeken. School. Reserveren kan altijd. Ja, maar ik heb al heel lang gereserveerd, maar is nog wel. Ja, maar ik heb hem maar weggezet. Ja, weet je wat het is met het leven van een loesje? Er wordt zoveel gereserveerd en ik denk dat hij uitgegeven wordt op aanvraag, zeg maar. Ja, dus degene die het eerst vraagt, die krijgt hem. Ja, maar ik heb al heel lang erop zitten wachten, hoor. Ja. Ik kan al een jaar. Nee, toch? Nee. Ja, kan niet, want we hebben pas een half jaar bibliotheek. De Bosscholen in de gemeente zijn voorlopig erg enthousiast. Vooral de kinderen, er wordt heel veel geleend, heel veel gereserveerd, heel veel aangevraagd. De scholen hebben gezorgd voor prima vrijwilligers. En die komen trouw voor de uitleen. Die worden door ons dus begeleid en geïnstrueerd. De scholen zijn ook erg blij met de toegevoegde waarde van de projecten die wij leveren. Dus wij geven tips voor leesbevordering in de klas. We reiken projecten aan die goed gebruikt zouden kunnen worden op school. En dat is duidelijk ook de meerwaarde voor de Bos. De contacten met de peuterspeelzalen waren heel vroeger incidenteel. Er werd voorgelezen, er waren contacten en dat was leuk. Sinds een paar jaar is dat geïntensiveerd. En nou ligt het ook zo dat de Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe ervoor gekozen heeft dat alle peuterspeelzalen een bibliotheekabonnement hebben. Dat alle peuterspeelzalen bezoekjes krijgen van de bibliotheek. Als ze liever willen, kunnen ze ook met peuters naar de bibliotheek komen. Maar meestal kiezen ze ervoor om onze medewerker naar de peuterspeelzaal te gaan. 1 of 2 keer per jaar wordt er dan een project gedraaid op een thema naar keuze. Vaak tijdens de Nationale Voorleesdagen. Dan staat het bekroonde prentenboek centraal. Maar het kan ook op thema dieren of honger of wat je maar wilt zijn. Goedemorgen allemaal. Ik heet Anita. En ik werk in de bibliotheek. Dat is een moeilijk woord, hè? Bibliotheek.
Maar soms zeg ik wel eens, ik werk in de BIP. Dat vind ik net een beetje gemakkelijker. Dat mag je ook zeggen. Ga je? En jij zei tegen mij, ik ga altijd boekjes halen in de bibliotheek. Bibliotheek? Dat klopt. Want de bibliotheek heeft heel veel boekjes. De bibliotheek heeft hele grote boeken. Oh, die zijn groot. Kleine boeken. Ja. En de bibliotheek heeft ook hele kleine boekjes. En wie van jullie komt er wel eens in de bibliotheek? Steek je vinger op. Wie gaat er wel eens boekjes halen? Ik. Maar, geef ons boekjes halen. Ja, ik ook. En jij ook? Ik ga ook wel eens boekjes halen. Maar even staan. En als je dan een boekje gaat halen, wat heb je dan eigenlijk nodig in de bibliotheek? Een bibliotheek. Ja. Een biedpas. Heb jij ook een biedpas? Nee, ik het niet. Ik heb wel een biedpas. Misschien heeft jouw mama een biedpas. Maar heel veel. Ja, heeft ze heel veel biedpas. Ja. En dan ga je naar de bibliotheek. En dan ga je kijken, want er staan heel veel boekjes. En dan pak je een boekje. En dan ga je even kijken van, hoe vind ik dit nu een leuk boekje? Staan er leuke plaatjes in? En als je het boekje nou heel leuk vindt, dan mag het boekje mee naar huis. En dan mag je de boekjes mee naar huis nemen. En dan ga je de boekjes lezen. Maar dan moeten de boekjes weer terug naar de bibliotheek. Je mag ze niet houden. Dan gaan ze weer terug. Want dan mogen andere kindjes het boekje weer meenemen. En dan mag jij weer andere boekjes zoeken. Toch, Mike? Zo werkt dat, hè? Ja, hè? Dan mag je weer andere boekjes zoeken. Ik heb al boekjes. Je hebt al boekjes. Al een aantal jaren zijn de peuters ook een van de speerpunten van de bibliotheek. Dus het loopt al jaren dat de Stichting Peuterspeelzalen over Betuwe intensieve contacten heeft met ons. En ik denk dat het een belangrijk aspect van de aandacht voor leesbevordering, voor het voorlezen, eigenlijk komt door de contacten met de bibliotheek. Ik denk dat wij daar echt goed aan bijgedragen hebben op de speelzaal. Misschien val je dan ook wel eens slaan. En dat vind ik heel gezellig als jullie op visite komen. En als ik dan achter de balie sta, dan zwaaien jullie gewoon even naar mij. Vind ik gezellig. Ja, hè? Ja. Het is leuk, hè, om naar de bibliotheek te gaan. Ja. Gaan we naar Anita toe, hè? Oh, gezellig. Vind ik heel leuk. Kom je een keertje bij Anita op bezoek? Sinds een aantal jaren draait landelijk het project Boekstart. Dat is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor particulieren, dus ouders die hun kind aangeven bij het gemeentehuis of als ze op het consultatiebureau komen, krijgen een waardebon, worden aangemoedigd om hun kind lid te maken van de bibliotheek. Daar krijgen ze een klein koffertje met allerlei informatie en met een klein boekje en een boekje met een muziekje erbij als welkomstcadeautje. Het is de bedoeling dat ouders dus ook heel veel voor gaan lezen. Dit project heeft nu een vervolg gekregen met Boekstart 2. Dat is een pilot en dat wordt uitgezet op de kinderdagverblijven. En ze zijn begonnen daarmee in Heteren. Nou, bij Kinderopvang Scar hebben wij een training gehad via de openbare bibliotheek over Boekstart. Dat zijn twee trainingen geweest over interactief voorlezen met kinderen. Wat het leuke daaraan was, is dat je gewoon nu inmiddels het verschil kunt zien hoe wij voorlezen. Ik heb een paar voorbeelden meegenomen om het even te laten zien. Ik wil ook even mijn vriendje voorstellen die op schoot zit. Dit is Puk. Puk, zeg je even hallo. Hallo. Nou. Puk is ook bij Kinderopvang Scar meegenomen om samen met kinderen voor taalontwikkeling en taalstimulering. Puk wordt ook meegenomen in de groep. Kinderen weten inmiddels wie die is. En Puk vindt het misschien wel leuk om nou even alles te laten zien. Wat het leuke is aan voor en na de training, is dat als wij voorheen een boek voorlazen, wij veel zelf in de tekst zaten. Dus we hadden een boek voor ons, wij lazen de tekst, soms lieten we een plaatje zien en gingen we weer terug. Vaak zaten we voor de kinderen, dus kinderen zaten voor mij en ik zat daarbij.
wat je merkte was dat kinderen snelle interesse verloren. Dus op een gegeven moment moest je moeite doen om ze bij een boek te houden. Na de training waren we ons heel bewust van hoe je dan voor moest gaan lezen. Je ging laag bij kinderen zitten, je las het boek zelf als tip eerst een paar keer voor. Dat was ook wel een leuke tip van de Biep die we kregen. Zodat je het verhaal gewoon heel erg kende zelf al en je niet kon vergissen. Want ja, kinderen houden je wat dat betreft ontzettend aan de tekst. En nog een keer. En ja, daar is de zon weer. En heel... Wauw. Dag, wolk. Roept Finn. Hallo. Klein stukje van de zon. Dus in samenwerking met de Biep hebben wij toen een hoek zijn we gaan inrichten. We zijn een dagverblijf gaan zoeken van wat is dan een geschikte hoek. Toen kwamen we deze plek uit. Er zijn de kussens neergezet. Wij mochten van kinderopvang Scar mochten wij boeken aanschaffen. Dus we hebben een hele leuke nieuwe collectie. En het leuke is wat ik straks ook gedaan heb. Je neemt vaak 4 of 5 kinderen neem je mee. En dat doe je met verschillende leeftijden. Soms gemengd, soms allemaal hetzelfde. En dan ga je ook echt laag bij ze zitten. Eline, zie jij de bloemetjes? Waar zijn de bloemetjes? Maar goed, zo kijk. Wat doe je? Vraagt Finn. Ik zorg dat jij het lekker warm hebt, zegt de zon. En dat de bloemetjes groeien. Oh, wat lief van jou, zegt Finn. Kijk, wat is Finn aan het doen? Waar zit hij in? Wie weet dat? Zit hij in de zandbak, Jolijn? Echt waar? Dat ziet er leuk uit. In alle vestigingen hebben wij heel veel boeken, leesboeken, romans, spannende boeken, alles wat je maar wilt, nieuwe boeken, sprinters. We hebben ook heel veel informatieve boeken en verder hebben wij ook nog heel veel dvd's en muziek, cd's, die zijn allemaal te leen. We hebben een schat aan tijdschriften hier in de bibliotheek en veel kranten die hier lokaal gelezen kunnen worden. Behalve de boeken hebben we natuurlijk ook heel veel internetfaciliteiten. Toegang voor iedereen, lid of geen lid, iedereen kan in de bibliotheek. Hoeveel punten heb jij al? Ja, ook voor de laaggeletterden hebben wij natuurlijk prachtige kansen. Er komen hier groepen van het ROC, laaggeletterden, die komen naar de bibliotheek voor rondleidingen en die krijgen dan ook een pasje. Ze worden allemaal lid van de bibliotheek, ze kunnen hier lenen zoveel ze willen en er wordt ook voor hun speciale programma gepresenteerd hoe ze kunnen zoeken op internet, wat voor boeken ze zouden kunnen gebruiken, hoe ze boeken kunnen reserveren. Vanaf het taalpunt die makkelijk te lezen zijn. Dat kan dus via internet. En daar wordt best wel gebruik van gemaakt. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, hebben we het makkelijk lezenplein. Dat zijn boeken die speciaal worden uitgezocht voor dyslectische kinderen, maar ook kinderen die niet zozeer dyslectisch zijn, maar niet graag lezen of het moeilijk vinden. Deze boeken hebben vaak een wat groter lettertype. En veel plaatjes, niet al te veel tekst op één pagina. Ze moeten er aantrekkelijk uitzien, zodat kinderen toch verleid worden om die boeken te kiezen.
In Elst hebben we een prachtige expositieruimte. Een mooie, strakke wand. En daar wordt altijd geëxposeerd. De schilderijen die je nu ziet zijn van mevrouw Elfried Peters uit Elst. Ja, voor de ouderen die niet meer zo goed naar de bibliotheek kunnen komen, hebben we de dienst Bibliotheek aan Huis. Dat houdt in dat een van onze medewerkers regelmatig naar deze klant toe gaat met een tas met boeken. Er wordt op de bibliotheek bijgehouden wat voor genre deze klant graag leest natuurlijk en wat ze al gelezen hebben. Die titels, dat kan aangegeven worden in de computer. Deze klant heeft dit al gehad. Mm-hmm. En ze kunnen opbellen als ze het uit hebben. En dan wordt er zo snel mogelijk weer een nieuwe collectie samengesteld. En daar afgeleverd. Mensen vinden het heel fijn. Ze zijn blij met een praatje van de bibliotheekmedewerker. Dus... Ik vind vooral spannende boeken erg mooi en dan vooral thrillers. Ik heb een hele tijd Nederlandse thrillers gelezen, maar op dit moment ben ik weer erg gecharmeerd ook van Scandinavische thrillers. Het zijn vaak dikke pillen, maar het kan mij niet dik genoeg zijn. En ik zoek ze vaak via het internet, zoek ik mijn boeken al uit en zie ook dat er nieuwe boeken weer beschikbaar zijn. Die reserveer ik en dan kom ik ze hier graag ophalen. Nog een boek over Elba of Corsica. Ik ga het wel even kijken. Ja, ik heb het daar niet kunnen vinden. Ik kan hier wel eens, of dat ik het even aan moet vragen. Heeft dit heel snel nodig? Ja! De tiende ga ik al weer. Oh nee, maar dat valt wel mee. Dus, oh. Ja, oh. Even kijken. En ik ben net terug van Albanië. Oké. En dan, ja, lekker toch? Het was mooi, ja, denk ik. Ja, ja? Maar arm en vies. Ja. Maar heel aardige mensen. Ja. Ja, wat ik ook belangrijk vind hier in de bibliotheek is dat ik altijd heel erg vriendelijk geholpen word. Ik heb het gevoel dat ik een beetje thuis kom en mensen die altijd met mij meedenken over waar ik het kan vinden, over een leuke schrijver die ik nog niet ken, maar waar zij al een boek van hebben gelezen. Of onderwerpen waar mijn kinderen bijvoorbeeld een werkstuk over kunnen maken. Zij denken heel erg met mij mee en dat stel ik bijzonder op prijs. En ik vind ook dat het eigenlijk gewoon bij een bibliotheek hoort. Ja, ze mag niet heel veel gaan zitten. Zeker dat daar gewoon tijd voor gerealiseerd werd. Wat ik ook zo leuk vind van de bibliotheek is dat ik altijd bekenden hier tegenkom. Dat heb je op een dorp en dat hoort ook, vind ik, in een dorp. En ja, je hebt net even een praatje met hoe het met je gaat, maar ook van wat jij aan het lezen bent. En tegelijkertijd komen hier ook veel ouders om speelgoed te lenen. Dus het heeft meerdere functies, deze bibliotheek. En dat vind ik erg mooi dat het zo geregeld is in Zetten. Bibliotheek Heteren zit sinds een paar jaar in een prachtig pand. Het voormalige gemeentehuis van de gemeente Heteren was dat toen. En ze zitten in de raadzaal. Een hele mooie ronde locatie. En wat heel bijzonder is, ze zitten dus eigenlijk, maken ze onderdeel uit van de brede school Heteren. Aan de ene kant zit de ene basisschool,
Aan de andere kant de andere basisschool. Beneden links zit het kinderdagverblijf. En boven in de vleugel zit de buitenschoolse opvang. Iedereen kan binnendoor via de hal naar de bibliotheek komen. Alle faciliteiten zijn in Heteren. Het is klein, maar wel heel compleet. Kijk maar eens even, ja. Anders doen we gewoon door de verlengen. Heb je hem zeker? Oké, ja. Dankjewel. Ja, die zijn sprinter geweest. Hè? Daar kunnen mensen dat nog nazoeken. Dit zijn nu de sprinters. Ze zijn vrij nieuw aangeschafte boeken. Die mogen mensen maar 2 weken lezen. Maar die moeten heel snel roleren. En ja, dus het soort overzichtje. Want soms zeggen mensen, nou 2 weken is me te kort. Maar ik lees hem later wel. Maar dan is die geen sprinter meer. Dus daarom staat dit hierin. Dan kan je vinden welke boeken wel sprinter geweest zijn. En dan kunnen ze eventueel aanvragen of wat dan. Dankjewel. Ik weet niet. Dit is dan waarschijnlijk wel te simpel voor hem. Dit niet. Oh, maar dat vindt hij al leuk. Dit vindt hij leuk, maar dit is dan, nou ja. Dat vindt hij ook wel leuk hoor. Toch nog wel? Nog steeds leuk. Ja? En een plaatje opslag vindt hij geweldig. Oké. Okay. Ja. Hij werd helemaal gek van boekjes wat dat betreft. Mooi zo. Ik even de naam erop zetten. Ja, de toekomst van onze bibliotheek. Wij zullen steeds intensiever gaan samenwerken met maatschappelijke organisaties. De contacten met de scholen zullen waarschijnlijk uitgebreid en verdiept worden. Misschien komen er meer bibliotheken op scholen. Dat is eigenlijk ook de landelijke trend en daar zullen wij ongetwijfeld aan mee gaan doen. De locaties in de gemeente zullen wellicht veranderen. De bibliotheekfunctie blijft zeker bestaan. Ik denk dat voor de ouderen en zeker voor de kinderen alle faciliteiten aanwezig zullen blijven. Misschien in een andere vorm, op een andere plaats, maar de veelzijdigheid van de bibliotheek heeft zeker een toekomst.